Ik ben Johannes Jensma en ik ben gids deze week aan boord. Ik heb dat vele malen gedaan. Deze week varen we de Zuidroute. Boat by Tours is een uniek concept in Nederland. Wij verzorgen reizen op een schip met de mogelijkheid overdag te fietsen. Maar je begint al net in een hotel, 's ochtends met goed verzorgd ontbijt. 's Avonds wordt er ook zeer goed gegeten aan boord. En je hebt een hotelkamer die met je meereist. Er is een hele leuke sfeer aan boord, ondanks de 1,5 meter, daar hebben de gasten het heel erg naar hun zin. Wij hebben de gasten in 2 groepen gesplitst. Zij weten wanneer zij ontbijten, groep 1, groep 2 zeg maar. Wij merken dat de gasten heel enthousiast zijn, dat ze weer op vakantie kunnen, dat ze in Nederland zijn, in Nederland ontdekken op een manier dat ze niet bekend was. En aan boord vinden ze het ook gewoon heel erg fijn. Het was wunderschön. We hadden absolutes Glück met het Wetter. En het hele Arrangement heeft ons zeer goed gefallen. Ja. We waren offen. We wollten Holland op dem Wasserweg en op dem Radweg kennenlernen. We waren schon früher in Holland. En onze Erwartungen wurden absolut erfüllt. Ik kan ook nur sagen, man freut sich beim Morgenessen schon auf das Nachtessen und beim Nachtessen auf das Frühstück. Es ist reichhaltig, es ist abwechslungsreich. Wir hatten nie so etwas erwartet. Wir sind begeistert. It's perfect. Das Wetter spielt mit, das Essen ist vorzüglich, der Koch gibt sich wirklich allergrößte Mühe und alle Erwartungen sind mehr als erfüllt. Sie sorgen für uns bestens, wir sind bestens gesundheitlich verseucht. Die Crew selber sorgt sehr dafür, dass alles stimmt und wir nicht irgendwie krank werden. Ja. Auch die Unterlagen, die wir bekommen haben, die Karte, die Waypoints, das ist etwas so Geniales. Man kann sich nicht verfahren. Nou, juist nu is het leuk. Het is voor iedereen spannend met die coronatijd. Maar als je het hebt over ventilatie, dan is een schip een plek waar altijd wind is. Wij zitten altijd 's avonds op het water. Op een fiets is het ook goed vertoeven. Dus ik denk dat het een hele ontspannen manier is om toch een leuke vakantie te hebben in deze tijd. Ja, dat zum Beispiel zum Wohl.